We zien nu de interface van de Champs software voor ons. En er zijn meerdere opties mogelijk bij het kiezen van een interface. Mijn voorkeur gaat uit naar de full versie. Neem even de tijd om door de verschillende interfaces door te lopen. Als je op de bovenste balk klikt van je window, dan zie je dat er boven in beeld verschillende knoppen tevoorschijn komen. De laatste is panel, waarbij je dus kan instellen welke interface je wilt. Hij staat nu op full. Dat is dezelfde interface als de nieuwe tafelreeks die op de markt is gebracht. Dus de MQ40, MQ60, de MQ70 en de MQ80. Er zijn wat verschillende modussen nog die ik heel kort zal behandelen. Simpel versie kun je gebruiken om spotjes te testen. De eerste 50, 48 kanalen zijn hier zichtbaar. Die zijn ook gepatcht, dus je kan daar direct mee aan de slag om bijvoorbeeld iets te testen. De MaxiWing werkt het beste in combinatie met de MaxiWing, waarbij je dus geen knoppen nodig hebt, want die zitten op je wing. Touch en Touch 2 is voor als je op een touchscreen wil werken, met een klein wingetje bijvoorbeeld, of misschien zelfs zonder wing. En Original, dat is de eerste versie van de software. Toen hij net uitkwam, was de Original de eerste. Je ziet dat er vergeleken met de full versie een aantal knoppen missen. Ook op een andere plek staan. Later in de tutorial zal duidelijk worden welke dat zijn en welke we vaak gebruiken. Zo heel soms zou je misschien moeten wisselen van full naar original. Maar de tutorial zal zijn in de full versie.